Een baby met talent. Welkom bij de eerste voorstelling van onze nieuwe show Baby's met Talent. En wie van de baby's ontvangt straks de grote prijs? Oké, meiden, in de rij. We beginnen over een minuut. Abracadabra, hocus pocus. Iedereen opzij voor het echte talent. Huh? Nala, niet voordringen, hè? Dotty mag zo beginnen. Het maakt mij niet uit, hoor. Ze mag van mij best eerst. De wedstrijd gaat nu beginnen! Als eerst wil ik een groot applaus voor de vakkundige jury. Met onze eigen lieve Katie. En de altijd actieve Fancy. En natuurlijk, Lady. Ze slaapt overal wel doorheen. En dan nu de eerste deelnemer. Ik moet op Nietes. Dotty mag als eerste. Oh, nee hoor. Nala mag wel voor als ze wil. Doe maar. Van mij mag je als eerste. Ja, maar dan wil ik ook. Mag ik? Sorry, meiden. Ik ga laten zien wat mijn talent is. Hey. Nala, kom eens terug, jij. Je bent nog niet aan de beurt. Let goed op. Zoiets als dit hebben jullie nog nooit gehoord. Oh. Dus hou je vast. Dank je, Nala. Je hebt gelijk. Zoiets hebben we nog nooit gehoord. Wacht even. Ik weet nog een liedje. De volgende. Wil jij voor? Graag, dank je. Wel terug. Maar we gaan snel weer door. En wie is ons volgende talent? Ik ben de volgende. Maar Connie, de volgende is... Tada! Oh, dit wordt spannend, zeg. Cupcakes? Jullie zien het. Hier kan echt van alles gebeuren. Ik ga nog wat spelen. Ah! Wie is de volgende? Wat hier nodig is, is een beetje magie. Abracadabra. En dan laat ik nu de bal verdwijnen. Huh? Abracadabra. Ah! En daar is Lea weer. Dit hoort er allemaal bij, hoor. Oh, auw. En nu gaat de bal verdwijnen. Onze laatste heb nu gaat het me echt lukken. Let op. Het zijn wel volhouders. Dat is toch bijzonder. Ik stop ermee. Ik geef het op. Zijn er deelnemers die nog niet geweest zijn? Oké, mensen. Zo te zien zijn er geen andere deelnemers. En gaat de grote prijs dus naar... No.
is. De wereld van vriendschappen magisch avontuur. Crybabies. Een robot die water geeft. Joepie, yay! Oh, het is er nog niet. Jammer. Ik kan niet wachten. Ik ben zo benieuwd. Het zou nu wel een keer moeten komen. Wacht maar, Kitty. Dit is echt het leukste dat er is. Ja! Daar is het, daar is het! Eindelijk, wat fijn! Cool! Ik heb er zo naar uitgekeken. Wat heb je daar? Wat ik hier heb? Oh, dit is de Super 3000 plantwaterrobot. Wauw, die is mooi, zeg. Met deze robot kan ik mijn hele tuintje water geven. Wat een leuk robotje! Oh! Wat zijn dat voor tekeningen? Laat eens zien. Volgens mij moet je daar iets mee doen. Maar ik snap er helemaal niks van, Katie. Nee, ik ook niet. Misschien kunnen Nala en Lea ons ermee helpen. Laten we ze zoeken. Neem deze mee. Dan blijf ik bij Lady. Oh, niet aankomen. Ik weet hoe jij bent. Oké. Robot van Katie kapot gemaakt. Maar als ik hem zo laat staan, ziet hij er niet kapot uit, toch? Connie, kijk toch uit! Mijn plantwaterrobot! Connie, heb jij dat gedaan? Ik heb hem maar een klein stootje gegeven. En ik deed het niet expres. Ik vind het zo erg, Katie. Het spijt me dat ik hem heb stuk gemaakt. Nou ja, misschien kun je hem... Kijk uit! Oh. Help! De waterplantrobot wordt helemaal wild. Weg jij! Oeh, wat mooi! De gouden speen! Auw! Ik heb de gouden speen! De robot kapot gemaakt. Wat? Het spijt me zo, Katie. Het spijt me zo, Connie. Ik heb gejokt en ik weet niet waarom. Ik meen het. Het spijt me echt heel erg. Maar zoiets kan je me best vertellen. Ik word echt niet boos. En je was er net heel dapper. Ik weet zeker dat je dit niet expres hebt gedaan. En trouwens, je hebt ons gered. Die sprong die je maakte was echt super. Dus jullie zijn niet kwaad op me? Nee hoor, waarom zou ik? Het is maar een plantwaterrobot. Wel een echte Super 3000. Magic Tears! Oh! Grappig, hij is niet kapot, maar ik heb de fonteinrobot besteld. En niet de plantwaterrobot. Ik moet de volgende keer wel beter kijken. Hey meiden. Dan beloof ik dat ik niet meer op alle knopjes druk. Dit is de mooiste tuin van de hele wereld. Laat mij ook eens op de tomaten springen. Cry babies, magic tears.
stok. 1, 2, 3, 4, 5. Ik kom eraan, Lisa. Je bent vast nog heel dichtbij. Eens kijken. Ben je daar? Of misschien hier? Of hier? Geweldig! Kom maar eens hier, Lisa. Ik heb je gevonden, hoor. Nu is het mijn beurt. Niet vastspelen. Lisa, waar ben je? Lisa? Ah. Wauw, dat is mooi. Ah! Huh? Wat voor boek is dit? Fantasy World? Hij wil niet open. Lisa! Oh, wauw! Kijk wat ik gevonden heb. Een toverstok. Wat is er? Het is een mooie toverstok. Mooier dan de mijne. Huh? Lisa, wat is er nu met je? Wauw! Het is een echte toverstok. Laten we hem proberen. Wil jij er ook één hebben? Oh, graag. Eén voor jou en één voor mij. Maar nu heb je hem opgegeten. Nee hoor, ik heb niks gedaan, maar jij wel. Dat lieg je. Ik wil mijn stuk taart. Maar ik lieg niet. Sst. Gewonnen. Dat kan helemaal niet. Dit stuk hier stond op een hele andere plek. Jij speelt vals. Wat? Noem je mij nu valsspeler? Mij? Ik stop ermee. Pak de bal maar, Spot. Vooruit. Ik gooi nog een keertje. Wat ben je toch grappig, Spot. Ik zag het wel, jij deed het. Kijk, als ik het niet dacht. Nu snappen we eindelijk hoe het zit. Jij was het dus. Door jou heb ik nu geen stukje taart dat kunnen eten. Dat was niet de bedoeling. Het spijt me. Maar vonden jullie het niet grappig? Voor jou misschien, maar niet voor ons. Het is echt niet grappig om te verliezen. Of als je taart op je gezicht krijgt. Ik ga naar huis. Ik ook. Niet weggaan. Het was maar gewoon een spelletje. Want ik heb een toverstok. Kijk. Ik weet wat. Lisa, vertrouw me maar. Toverstok uitproberen. En wij willen ook sorry zeggen omdat we zo boos werden. Want je hebt een goed hart. Magic Tears! Yeah! Wow! Wow, wat een thuis, hè? Lekker! Een reuzenschaakbord. Wow. Wat geweldig! Dankjewel, Lala. Heel leuk. Wacht, ik laat jullie zien wat ik met mijn nieuwe toverstok kan doen. Toen net lag hij nog hier. En Lisa? Heeft iemand misschien Lisa gezien? Lisa! De wereld van vriendschap, de magie.
naar een zonnestelsel dat eruit ziet als een grote blauwe ster. Dat lijkt me leuk, zeg. Mag ik helpen? Tuurlijk, kom maar boven. Als je rechts kijkt, zie je het mooie regenboogzonnestelsel. Wauw, dat zijn een heleboel kleuren. En als je naar links kijkt, zie je het ijshoorntje sterrenstelsel. Het ijshoorntje wat? Ach, wat maakt het uit? Ik kan de maan zien! Wat? Maar het zonnestelsel met de blauwe ster kan ik niet vinden. Nee, klopt. Kan ik ook niet. Het is het enige zonnestelsel dat ik nog moet vinden om te tekenen. Maar het is zo ver weg dat je het niet kunt zien. Welterusten, Missy. Ik ga het morgen nog eens proberen. Wat is dat voor lawaai? Oh, wacht. Van deze kant zie ik er nog beter uit. Maar die heb ik allemaal al. Hey. Huh? Weten jullie misschien waar al dat lawaai vandaan komt? Ja, dat is Missy. Ze heeft weer eens een heel goed idee, vindt ze zelf. Missy dus. Missy, je maakt zoveel lawaai. Ik probeer te slapen. Hallo, Wendy. Hou de hamer even voor me vast, wil je? Oké, geef hem nu maar weer terug. Klaar! Ik heb de hele nacht gewerkt aan jouw ruimteschip! Nu heb je een manier om bij je speciale zonnestelsel te komen. En we kunnen ruimtereisjes organiseren voor de anderen! Maar misschien is hij nog niet helemaal klaar voor gebruik. Missy, het lijkt erop dat het helemaal niet gaat werken. Maar toch bedankt. Je bent een lieve vriendin. Magic Tears! Wow! Moet je zien, dat ruimteschip is klaar voor gebruik. Wat een mooi schip, zeg. Ja! Er zit zelfs een instructieboek bij. Neem hier eens een foto van mij. Zien we er niet goed uit? Wat was dat? Wendy, Lena, Lady en Lulu zijn de ruimte ingevlogen. Echt waar? Tjonge. En hoe moeten ze dan weer terugkomen? Terugkomen? Oh, terugkomen! Inderdaad! Hoe moeten ze weer terugkomen? Dat was schrikken. Gelukkig is het schip niet opgestegen, want dan zweefden we nu door de ruimte. Het is alweer donker, zien jullie dat? Wat is deze dag snel voorbij gegaan? Lena, er klopt hier iets niet. We zijn in de ruimte! De vorige keer... Ik zoek een zonnestelsel. Wat ben je aan het doen? Jouw ruimteschip! We zijn in de ruimte!
verborgen zonnestelsel deel 2. Wat is er aan de hand? Wendy, Lena, Lady en Lulu zijn de ruimte ingevlogen in een ruimteschip. En we weten niet hoe ze terug kunnen komen. Ik wilde alleen maar dat Wendy haar blauwe ster zonnestelsel zou vinden. Staat in dat boek misschien hoe alles werkt? Dat moeten we lezen. Er staat vast in hoe je het ruimteschip terug kan sturen. Maar hoe kunnen we met ze praten? Zij zijn daar en wij zijn hier. Er zit vast een knop bij waardoor het schip weer terugvliegt. Maar welke dan? Ik denk dat Missy dat wel weet. We zweven echt door de ruimte. Huh? Huh? Au! Natuurlijk, de huilmobiel. Kate heeft altijd een tablet bij zich, toch? Laten we haar bellen. Ik heb Lena, Wendy en Lady hier. Kijk, ze bellen me op mijn tablet. Ja! Fijn om jullie te zien. Wees gerust, wij halen jullie wel terug. Oeh, dit is jouw ruimteschip. Dat moeten we doen. Oké, geen paniek. Het ruimteschip heeft 4 gekleurde knoppen. Om het schip terug te sturen, moet je ze in een bepaalde volgorde indrukken. En het moet precies tegelijkertijd. Let heel goed op, want jullie krijgen maar 3 kansen. Na 3 keer raakt de toverkracht op. En de volgorde is... rood, rood, blauw, groen, rood, groen, blauw, geel. Oké, begrepen. Dan doe ik rood, rood en blauw. Lena mag op groen, rood, groen drukken. En Lady drukt op blauw en geel. Zijn jullie klaar? En klaar voor wat dan? Lulu, nee! De eerste poging is mislukt. Ah! Je zit ondersteboven! Lulu, dit is jouw schuld. Jullie hebben nog 2 kansen. Kom op, dit keer moet het goed gaan. Nu. Maar, waar is Geel? Ik kan de gele knop niet vinden. De tweede poging is mislukt. Ah! Ik word helemaal duizelig en ook een beetje misselijk. Nu hebben ze nog maar 1 kans om het goed te doen. Ik heb het gevonden. Geef eens hier. De gele knop vind je op de vloer. Oh nee, de tablet is opeens uitgevallen. Misschien is dat omdat ik de hele ochtend informatie heb gezocht over uien. Wat? Missy, ik kan je niet horen. Waar is de gele knop? Oh nee, ze zijn verdwenen. De verbinding is weggevallen. Waar wijs je naar, Lulu? Huh? De vloer! De vloer is een grote gele knop. Ja! Oké, klaar? Samen gaat het ons wel lukken. 1, 2 en 3. Ze kunnen nooit meer terugkomen. Wendy? Ik was zo dicht bij het blauwe sterzonnestelsel, maar ik heb hem niet kunnen zien. Lulu, die foto's zijn leuk, zeg. Wauw, Wendy, Wendy. Deze foto's moet je echt zien. Lulu heeft al deze foto's gemaakt. Ik kan het niet geloven. Dat is mijn blauwe sterzonnestelsel. Dit zonnestelsel krijgt een nieuwe naam. En dat is het Lulu-zonnestelsel. Magic Tears! Wauw, dat is geweldig! Dan kunnen we vallende sterren zien! Wauw! Wow. Kijk maar, Lulu, dat is je eigen zonnestelsel! Perfect.
Ik vind luchtbellen zo leuk. Het zou toch geweldig zijn om met luchtbellen te spelen die zo groot waren, dat wanneer ze barsten, het regent. Stel je voor dat ze niet barsten, zodat je paardje kon rijden. Oh, deze zijn wel heel klein en onmogelijk te pakken. Ik heb een idee. Waarom maken we niet de perfecte luchtbel? Ja! Yeah! De wetenschap achter luchtbellen is erg ingewikkeld. Maar met dit recept maken we de perfecte luchtbel. We hebben alleen water, zeep en de super luchtbellenmachine 3000 Plus. Oh, wauw, zo ongelooflijk! Maar eerst moeten we de luchtbel vloeistof maken. Ik wil graag wat verf toevoegen. Zo krijgen we gekleurde luchtbellen. Ik voeg de parfum toe, zodat ze lekker ruiken. En ik doe er aardbeiencake bij. Zo smaken ze ook nog goed. Ja, luchtbellen zijn niet om op te eten. Nee, jullie mogen niks meer toevoegen. We moeten het recept volgen. Goed, oké. Het vloeistof is klaar. Nu allemaal blazen. Huh? Lady, ik zei allemaal. Oké. Jij bent zo bazig. Oké, jongens. Adem in. In 1, in 2 en in 3. Blazen, blazen, blazen. Harder. Tot jullie geen lucht meer hebben. Zijn jullie klaar? Was groot, maar hij barstte wel meteen. Hij is dus niet helemaal perfect. Ik weet wat er aan de hand is. Er moet meer zeep bij. Yeah! Meer zeep, meer zeep, meer zeep. Is dat niet wat veel? Je kan nooit te veel zeep hebben. Oh. Niemand komt van zijn plek. We begeven ons op gevaarlijk terrein. Ze hebben zoveel zeep toegevoegd dat we niet weten wat er nu gaat gebeuren. Wat doen jullie hier? Terug naar jullie plaats. Kijk. Oh. Wacht, wat? Huh? De luchtbel is onbreekbaar. Overdreven veel zeep. Ik zei nog zo, volg het recept. Jullie zien alles als een spelletje. En moet je nou eens zien. Oh, natuurlijk een spelletje. Weten jullie nog hoe we de kleine luchtbellen kapot maakten? Huh? Spelen! Zo boos deed, maar we maakten een mega grote luchtbel! Ja, ook al hebben we wel een beetje overdreven. Kijk, ik had hem deze keer bijna gevangen. Ja, bijna. Oh,
Gigi is mega gooi. Vangen. Niet lachen. Dat was ik niet. Ik pak je terug. Oh, wie is dat? En wat een cool kostuum. Het heeft zelfs een kroon. Niet aanraken. Ze is een fantasy. En wat? Ik heb erover gelezen in een stripverhaal. Ik weet alles over Fantasy Mountain. Heb je dat in een stripverhaal gelezen? Auw. Arme Felly. Kom op, laten we haar naar huis brengen. Yay! Auw. Stop daar nou eens mee. Accepteer het gewoon. Je kan niet vliegen. Hé, ik ben nog aan het leren. Maar waar ik wel al goed in ben, is in stop de tijd. Stop de tijd? Wat dacht je van dit? Dit is een kracht. Dit smaakt goed. Kom mee, we moeten Felly zoeken. Hoi. Ben je al wakker? Waar ben ik? In de vallei. Maar wie ben jij? Ik ben Felly. Waar kom jij vandaan dan? Ik kom uit Fantasy Mountain. Via het portaal. Oh nee. Ze is denk ik op haar hoofd gevallen. Ze is er slecht aan toe. Nee, ik zei het toch. Ze is een fantasy. Maar heb je dan ook krachten? Kan je vliegen? Of verdwijnen? Is er iets anders dat je kan? Daar is ze. En nog altijd even rustig. Kom mee, laten we gaan. Wauw. Nee, wacht. Felly, hoe kom ik in Fantasy Mountain? Door het portaal. Zoek naar hartenvleugels. Het zal niet altijd duidelijk zijn. Klap 3 keer. Leg je handen op je hoofd. Dan op je middel. Spring naar voren, spring terug. Hoe meer je beweegt, hoe sneller het wordt geopend. En schreeuw. En stap hier en stap daar. Fantasy portaal, open maar! Het was waar! Geloven jullie me nu wel? Op naar Fantasy Mountain! Maar hoe vinden we het portaal? Ik kom er zo aan. Ik moet nog even mijn spullen pakken. Yay! Oh! Hey!
je truc? Wij zagen alleen je gekke vliegvaardigheden. Het is elke dag hetzelfde. Je moet veel voorzichtiger zijn. Ik had bijna geen bloem meer. En ik had bijna geen hoorn. En ik krijg er stress van. Ik dacht dat ze mijn vliegtrucjes leuk vonden. Ik veroorzaak alleen maar problemen. Ik ben echt een ramp. Goed, ik zal dan niet meer vliegen. Op die manier val ik niemand meer lastig. Niet meer vliegen betekent dat de lucht stopt en er niets meer beweegt op Fantasy Mountain. Als je hoort van de oven, dan naar beneden en zet hem uit, oké? Okay? Ja, goed. Ga. Oeh. Ik heb mijn hoorn laten liggen. Wil je hem hierheen vliegen? Ik zou niet meer vliegen. Zitten alsjeblieft. Het is ver voor de magische penselen. Ik moet naar het meer. Bedankt. Hier, probeer. Onze nieuwe zaken. Oké. Waar was ik ook alweer mee bezig? Oh ja, de hoorn. Wat heb ik gedaan? De marshmallowwolkjes! Dit is een nachtmerrie! Oh, de hoorn! Hé, jij! Geef dat hier! Je cadeau. Was ik dat? Zie je het dan niet? Je mag nooit stoppen met vliegen. Want als je dat wel doet, komt alles tot stilstand. Je moet blijven vliegen. Je moet weer gaan vliegen. Maar met vliegen veroorzaak ik alleen maar problemen. En ik wil niet tot last zijn. Ik ga niet meer vliegen. Je bent niet tot last. Vliegen zit gewoon in je bloed. Je moet alleen proberen wat voorzichtiger te vliegen. Zo simpel is het. Dus vlieg! Ik ben zo terug. Vertrouw me maar. Brave hondjes blaffen niet midden in de nacht, weet je nog?
maar een speen die eruit ziet als een diamant kan toch niet echt zijn? Dat is onmogelijk, Dotty. Helemaal als hij ook nog kon vliegen. Misschien was het toch gewoon een droom. Het was echt! We zagen zelf hoe hij het raam uitvloog. Dat zag jij toch ook, Spot? Dit is allemaal wel heel verdacht. Jij daar, Spot, zeg op! Waar heb je de diamanten speen gelaten? Spot heeft niks gedaan. En wat Dotty vertelt is waar. Daar zijn de fantasies. Ik denk dat zij hier meer van af weten. Ja, wat dacht jij dan? Dotty heeft vandaag de enige echte diamantenspeen gezien. Zien jullie dat? Oh. Ik jokte er echt niet over, hoor. Volgens de legende komt de diamantenspeen elke 100 jaar weer voor korte tijd tot leven. En in die speen leeft een heel stout spookje. Het enige waar hij bang voor is zijn cupcakes. Dus dat is dan een soort spookspeen? Dat klinkt heel eng. Ik ga superveel cupcakes maken. Oh. Baby's, niet bang zijn hoor. Dat hoeft niet. Het is een mysterie. En detective Cammy gaat het mysterie oplossen. Als dat spook straks weer verschijnt, staan wij samen sterk. En als wij samen zijn, kan niemand ons iets aandoen. Nou, ik geloof er nog steeds geen woord van. Want spoken bestaan niet echt. Ik ga mij vermommen en dan zoek ik uit hoe het zit. Hé, hey, voel je nu alweer een slaapbabytje? Want ik heb flesjes gevuld en een boel cupcakes om ons te beschermen. Lekker, Connie. Baby's, deze zijn niet om te eten, maar om het spook weg te jagen. Dit cakeje is zo lekker dat ik opeens helemaal niet meer bang ben. Aan jullie te zien staat hij achter me. Help! Een spook! Ah! Wat nu? Het spook wordt helemaal niet bang van mijn cupcakes. Lekker zeg. Ik dacht dat het spook juist bang moest zijn voor cupcakes. Ons verhaal is er ingegaan als koek. En nu hebben wij veel cupcakes. Je had het gezicht van Dotty moeten zien toen ze de diamanten speen zag. Aha, nu snap ik precies hoe het allemaal zit. Deze drie spookjes wilden graag cupcakes van Connie. We geven ze een koekje van eigen deeg. Ga jij maar alvast schrijven. Zo, ik wil best nog wat. Willen jullie ook? Ja, met aardbeien alsjeblieft. En chocola voor mij. Hier zijn jullie cupcakes, stoute nepspootjes die jullie zijn. Verslagen worden door cupcakes. Dit wordt pas echt een legende. Vergeven jullie het ons? Het was maar een flauwe grap. Hier, ik wil je mijn diamantenspeen geven. Dankjewel. Ik vond het allemaal heel leuk. Ik kon lekker op onderzoek gaan en zo. Nog een cupcake? Wauw, moet je die knalblauwe draad zien? Jee! Op naar het land! En mijn theefeestje dan? Kitty!
over. We gaan kamperen! Je gaat het vast heel erg leuk vinden. Ik hou helemaal niet van het platteland. Yay! Hey, hebben jullie Cutie ergens gezien? Dit ziet er perfect uit. De laatste nog vastmaken en klaar. Waar ga je al die spullen laten? Dit zijn alleen nog maar noodzakelijke spullen. Die spullen heb je allemaal niet nodig. Mijn kompas bijvoorbeeld wel. Wat een onzin. Lady Gigi, we gaan blauwe bessen plukken. Kom op, Lady. Dit wordt leuk. Ben, waar ben je nou, Ben? Ben! Oh, heb je gezien hoe groot ze zijn? Huh? Ik weet zeker dat deze giftig zijn, dus ik ga ze echt niet plukken. Laat me maar weten als jullie klaar zijn. Huh? Je kunt nu niet gaan slapen. We moeten bij de groep blijven. Dat is belangrijk, anders raken we verdwaald. Dit is niet te geloven. Lady! Lady, niet bang zijn. Ik ben niet bang. Ik was op zoek naar... blauwe bessen. Natuurlijk, maar we moeten gaan. Het wordt al donker. Ik weet de weg terug dankzij mijn kompas. Die kompas werkt op mijn zenuwen. Ik vind mijn eigen weg terug wel. Wat was dat? Moet ik dan ook echt alles zelf doen? Wauw, dat was geweldig! Kom mee, het is deze kant op. Nee, deze kant op, volg mij! Oh, ik heb zo'n honger dat ik zo mijn parfum zou willen inruilen voor een paar cupcakes van Connie. Ik heb honger. Hoe ver is het nog? Gigi! Lady! Yay! Bedankt, Gigi, dat je met je kompas mij hebt gered. Eerlijk gezegd was ik eigenlijk best wel bang. Jij hebt mij ook gered? Uiteindelijk waren we een goed team. Vind je niet? Magic Tears! Wow! Toch nog doorgaan. We missen alleen nog je cupcakes, Connie. Klopt. Ik weet alleen nog steeds niet waar Cutie is. Daar is ze. Cutie, Ben. Jullie zijn de beste. Ja, en het platteland is zo erg nog niet. Yay! De dierenvertaler. Ik zei toch dat Lua geweldig was? Waarom lachen jullie? Lua vertelt de beste grapjes van heel de babyflesvallei. Wauw, ik wil die ook wel eens horen. Ja, ik ook. Maar ik kan er helemaal niks van verstaan. Ik ook niet. Wij willen Lua ook kunnen verstaan. Rustig aan, jullie. Het is tijd voor onze waarzegster. Tina! Ik verwachtte jullie al. Waar kan ik
jullie mee helpen? Wij willen graag... Ik zeggen. Wij willen ook graag Lua kunnen verstaan. Jullie willen Lua kunnen verstaan? Ik heb precies wat jullie nodig hebben. Niet dit, niet dat. Aha, ik heb het gevonden. De helm van woorden. Wauw, wat een mooie naam. En die kleine diamantjes zijn zo schattig. Laten we hem testen. Kom op, Lua. Vertel eens een grapje. In de vallei noemen ze mij een schaap. Weet jullie waarom? Dat zeg ik lekker niet. Huh? Dat was zo grappig. Hey Lucy, waarom laat je Lua niet het hele weekend blijven? Alsjeblieft. Oké, dan. Het is al goed. Haar huis is iets meer naar boven. Tada! Wauw!
Crystal thuis? Hey Crystal, hoe gaat het? Ik heb hier een cadeautje voor je. Oh, dankjewel. Al heb ik niet heel veel zin om te gaan zwemmen. Laten we eens naar je kijken. Oh, je bent bloedheet. Maar met een natte doek zal je temperatuur wel wat zakken. Doem, doem, doem. Je hart gaat wel 3 keer zo snel als normaal. En zoveel rode vlekken. Je zit helemaal onder. Zij heeft een prikje nodig. Nee, dat is niet nodig. Ik voel me ineens stuk een beetje. Auw. Oh. Hey, wat doet dat aapje daar nou weer? Huh? Een aapje? Ik zie nergens een aapje. Wil je die kokosnoot eens geven uit die palmboom? Hey, klein aapje, geef me die kokosnoot. Kom eens naar beneden. Wat ben je aan het doen? Ze heeft hoge koorts, hallucineert en heeft uitslag. Het is de sneeuwkoorts. We hoeven ons geen zorgen te maken. Binnen 2 uurtjes is ze weer helemaal de oude. Regent het hier nou binnen? Nee, het dak is aan het smelten. Oh, dankjewel, klein aapje. Crystal raakt een beetje de weg kwijt. Ze moet worden geholpen, anders smelt haar huis weg. Ik heb alles geprobeerd. We zullen moeten wachten tot ze beter is. Geen paniek allemaal. Ik zal het thee voor haar maken. Ik weet zeker dat ze zich daarna beter voelt. Iemand anders nog ideeën? En als we... Nee, ik kan ook niks meer bedenken. Misschien moet ze even gaan zitten. Laten we blazen. Wat een schattige aapjes. Kijk eens, mijn speciale thee. Dit helpt tegen alle ziektes. Bedankt voor de kokosnoot, gek aapje. De thee is veel te heet. We moeten het huis zien af te koelen. Oh, ik weet iets. Deze gebruik ik altijd om mijn slee, zodat ik harder ga. Het lijkt te werken. Ik wil niet nog een keer in het reuzenrad. Ik ben al zo duizelig. Het huis blijft smelten, ondanks de waaier. Wat een goed idee! Snel, we moeten de hele iglo ermee bedekken. Ik ben uitgeput. Mijn kleine gewijtjes doen zelfs pijn. Huh? Zijn jullie er nog? Dank jullie wel, voel me beter. Even testen. Oh, gelukkig. Je koorts is eindelijk weg. Wat dacht je van een massage? Of wil je een koekje? Of een verhaaltje? Ik heb wel genoeg geslapen. Hey, wat wordt al het ijs hier? Je had zulke hoge koorts dat je huis ervan ging smelten. Dus hebben we je huis bedekt met ijsblokken. Dat was Snowy's idee. Oh, jullie zijn geweldig. Jullie hebben mij genezen en ook mijn huis niet laten smelten. Magic Tears! Wow! Met rare smaakjes. Oh, het is zo warm. Kom lekker hier zitten. Dan koel je meteen af. Wij hebben het nooit te warm. Ons wolkje houdt ons altijd koel. Ik heb een idee hoe jullie kunnen afkoelen. Oh, fijn. Schiet maar op, want mijn hersenen smelten al bijna. Hey! Wauw, mijn cupcake is een ijsje geworden. Thank you.
jou smaken erg vreemd. Op de Fantasy Mountain maken we altijd overal ijsjes van. Want we vinden ze zo lekker. De mijne is super lekker. Oh. Oké, ik ben los. Het smaakt naar een cupcake en gelukkig niet naar een schoen. Maar wat is er precies mis met een schoen? Ik zou best meer van mijn cupcakes in jullie ijsjes willen veranderen. Een lekkere grote voorraad. En ik denk als we ze combineren met deze dingen, er ijsjes uitkomen die iedereen lekker vindt. Super idee! Aardbeien smaak met een hoed. Hoedbeien. Chocolade met een drinkbeker. Chocobeker. Een ballon met vanille. Ballonnie. Deze smaak heb ik nooit eerder geproefd. En het is heel verfrissend, vind je niet? Deze noem ik Fantasy Verfrissing. Mooi zeg! Als we er nog meer kunnen maken, dan brengen we ze rond. Hey, willen jullie mij er ook een brengen? En mij ook graag! En ons dus ook! Goed, maar hoe moet ik nu alles rondbrengen? Ik heb een verrassing voor je, Connie. Oké, kijk maar. Ja! Yeah! Ik heb je wandelwagen aangepast. Nu kun je er ijsjes mee rondbrengen. Ja! Yeah! Een ijsjesracewagen! Ijsjes maken is zo leuk. Ijsjes met veel smaakjes. Vanille voor mij alsjeblieft. Benieuwd hoe het smaakt met trommels. Wauw, en ik ga een ijsje maken met... met deze. Leuk, hè? Ijsjes, 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 ijsjes. Ik ga lekker snowboarden. Mooi, daar zijn ze niet allemaal op. Dit is niet de smaak die ik wilde. Kan je meer ijsjes maken? Ik wil 3 bolletjes. Ik heb nog warm. Een ijsje nodig. Oh. We moeten snel weer verder, want de baby... Huh? Wat is hier allemaal gebeurd? Nou, we hebben geen spullen meer. Kijk, over. Kijk, de frisbee is nog over. Niet weglopen. Ik wil die frisbee hebben. Kom eens terug. De baby's willen nog meer ijsjes. Geef hier die frisbee. Gaat het wel? Wat heeft ze? Is ze ziek? We vroegen allemaal om meer ijsjes en dat werd haar te veel. Ze heeft ons zo goed verzorgd, dus laten we allemaal meehelpen om te zorgen dat ze zich beter gaat voelen. Al onze lievelingsdingen bij elkaar. En Fantasy Verfrissing? Maak er maar een ijsje van. Oh, wow! Moet je al die kleuren eens zien? En wat is die groot? Connie, voor jou. Omdat je zo'n lieve vriendin voor ons bent. Dat is het allerlekkerste smulijsje van de hele wereld. Magic Dish! Kijk, een ijssalon met zelfbediening. Ja! Waarom ben ik er zelf niet op gekomen? Ik vond dat schoenijsje toch het lekkerste. Het Halloween-mysterie. Klaar. Nu de pompoen nog. Wow! Thank you.
rustig maar. Ik ga je helpen. Nu naar rechts. Een heel klein beetje maar. Wat sta jij ineens raar te doen? Een monster! Sta ik nu op de goede plek? Kan ik nu eindelijk slaan? Waarom raak ik hem niet? Ik snap geen woord van wat jullie zeggen. Jullie klinken allebei net als een verkoude olifant. Oh, ik word ineens een beetje duizelig. Wat was dat? Jezelf. Oh, oké. Het is Bonnie. Auw. Hoe kan dit? Zit haar hoofd vast? Ze komt er niet uit. Laten we het op het feestje vragen of iemand kan helpen. Hoewel een pompoen natuurlijk een perfect Halloween kostuum is. Weet je zeker dat je niet veel liever morgen bevrijd wil worden? Het monster is terug. Maar dit is helemaal geen monster. Totti, je moet niet zomaar een monster een handje geven. Die bijt hij eraf. Zijn jullie nu niet een beetje aan het overdrijven? Waar gaan jullie nou heen? Dit is geen monster. Ik heb nog nooit een monster zien huilen. Misschien is dit dan toch Bonnie. Dat probeer ik al de hele tijd duidelijk te maken. Haar hoofd zit vast in die pompoen. Oh, het spijt me heel erg dat ik je een monster noemde. Niet huilen, ik bevrijd je. Nee, niet zo. Dat doet pijn, gekkie. Luister, wat als we de pompoen opeten? Hele pompoen? Bah, huh? Dat smaakt vies. Yeah. Als we samenwerken, krijgen we maar af. Yeah. Ik tel tot drie. 1, 2, 3! We proberen het nog eens. Ze is bevrijd. Op de maan wel eens gezien? Lijken net ogen, vind je niet? Lady! Kom eens hier. Ik ben super goed met warboelen. Als ik dit zo doe en dan zo... Auw! Wat is er aan de hand? Dat is dat. Nu kan ik jullie bevrijden. Volle kracht vooruit! Nog sneller. Oeps, er zit een grote knoop in het touw. Wendy, wil je helpen? Kun je heel even die knoop uit het touw krijgen? Heb je gezien?
zien dat de maan aan het lachen is? Zet je slaap! Wendy en haar maan. Ze is nergens anders meer mee bezig. Ze ziet ons niet eens meer staan. Wat een slechte vriendin. Ze denkt alleen maar aan haarzelf en helpt ons niet. Wil jij Missy ophalen? De reparatie gaat nog wel even duren. Zal ik je even helpen? Maar kun je dat wel? Het zal vast niet moeilijker zijn dan het halen van een diploma astrologie. Dit wiel moet boven. Maar het is toch een wiel? Juist. Dan moet het wel op de grond staan. En hoeveel wielen heeft dit ding? Oh. Vier? Zal ik je helpen? Alsjeblieft. Ik kan het wel alleen. Gewoon nog even hier wat prutsen en daar wat prutsen. Dit lukt me best. Ik maak jullie trots, vriendinnen. Vriendinnen, als er iets kapot is, kunnen jullie altijd op me rekenen. Huh? Dit ding moet hier, dat moet daar en dit moet... Hey, heb je soms hulp nodig? Nee hoor, bedankt. Dit is al bijna klaar. Het hek ziet er weer uit als nieuw. Nu ga ik mijn supervriendin Lady helpen. Je moet me helpen om mijn wagen te maken. Hij rijdt niet goed. Kijk eens wat Wendy met mijn hek heeft gedaan. Nee. Ik raap ze wel weer op. Dit gaat echt helemaal verkeerd. Ze wil ons graag helpen, maar als ze zo doorgaat, is alles straks net zo stuk als je hek. Of mijn wagen. Iemand moet ervoor zorgen dat ze stopt. Laat me je nou toch helpen. Kom op. Nee, dat hoeft niet. En nu meteen. Hey, 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 hey. Hup, hup. Doet het. Klaar. Wauw, bedankt. Wow. Yes, mijn wagen werkt weer. Bedankt. Wow. Ik had je om hulp moeten vragen toen ik alles wilde repareren. Ik ben echt waardeloos. Ja, ik ben er gewoon beter in. Als je wil, doen we het de volgende keer meteen samen. En onthoud dit, jij bent goed in andere dingen. Jij weet namelijk alles over sterren. En ik wil heel graag dat je me daarover leert. Graag! Avonturen. Kijk! Wow. Kijk dat wat is dat? Ik wil het ook zien. Wauw, hij glinstert helemaal. Ja. Een fantasy diamond. Wow. Een schat. Ik denk dat het Snoep is. Hey! Zijn jullie op zoek naar een schat? Huh? Alsjeblieft. Deze kaart leidt jullie allemaal naar de grote rode robijn, boven de grote turquoise. Volgens de legende over de ontdekkingsreiziger Kobus Kortkous was de grote robijn de... Oké, avonturiers, we gaan met z'n allen op schattenjacht! Wow!
Wat mooi zeg. Moet je die kano zien en die fiets. En een bed om lekker te slapen. Oké, we gaan. Hey, blijven jullie maar hier. Anders word je wagenziek. Het wordt een gevaarlijk avontuur. We rijden naar de Robijn. In de camper wat fijn. Sneller. Oh, zijn we er al? Moet je die huizen zien. Zo schattig en glinsterend. Ik moet echt nodig plassen. Kom mee, Koali. Deze kant op. Hey, wacht op mij. Bomen hier zijn? Laten we anders teruggaan naar de camper. Dacht het niet. We moeten iets rond zien te vinden. En de schat. Ik heb ze gevonden. Ik heb de blauwe bomen gevonden. Denk je? In de ronde aanwijzing? Hier is niks rond te bekennen. Hier staat dat je 2 stappen naar rechts moet doen en dan 2 naar links. Rechts, rechts. Links, links. Dan staan we weer op dezelfde plek. Dus die schat ligt hier niet. De kaart klopt niet. Schatzoek is lastig. We vinden die grote rode robijn nooit. En de grote turquoise vast ook niet. Oeh, moet je kijken wat ik wel gevonden heb. De ronde aanwijzing. Achter de aanwijzing aan. Snel, terug naar de camper. Koali, is dat niet jouw camper? Kapot en hadden jullie gewond kunnen raken. We zijn de bal kwijtgeraakt. En de schat. Nee, kijk. De schat. Hij moet hier zijn. Wauw. Dat is de grote rode robijn boven het grote turquoise. Dat kan niet anders. Wat een mooie schat. Hij is schitterend. Denk je dat ze in die grappen voor de legende van Kortkous zijn getrapt? Geen idee, maar het is eindelijk rustig. Nog meer schaam! Wat doe je, Dina? Ik hou de wacht. En nu? En nu? Wat is er met jullie? We vervelen ons een beetje. Kunnen we ergens anders heen gaan? Ja, leuk. Laten we gaan kijken wat er in de vallei gebeurt. Oh! Wat is dat? Iets met plaatjes. En woorden. Kijk daar. Dat ding rijdt rond met speelgoed. Laat mij nog eens kijken. Dat is Lady.
Mijn blauwe snotjes. Super lief. Wat een leuke dingen bedenken ze. We kunnen bij ze op bezoek gaan. Ja! Oh, kijk. Lena. Wil je ons leren hoe jullie hier leuke dingen doen? Hier beneden? Ja. Jullie bewegen dingen zonder te blazen. Jullie maken mooie dingen met snotjes. En jullie spelen blaadjes vol met woorden. Dat zou ik graag doen, maar ik moet nu weg, want ik ga gebakjes bakken in mijn oven. Gebakjes bakken in de oven? Zonder te toveren? Mogen we kijken? Dat mag wel. Ik weet precies hoe je dat allemaal moet doen. Jullie treffen het met mij, want ik ben de bekendste influencer in de vallei. Alles wat ik doe, kunnen jullie terugzien op mijn eigen kanaal Dingen van Lena. Alsjeblieft, als je wat wil leren, bekijk je gewoon mijn video's. Ik heb superveel volgers. Volgers? Maar er loopt niemand achter je aan. Oh, wacht. Ze zei net toch iets over een kanaal. Misschien moeten we dit in het water leggen. Oh. Kijk dan, het zwemt met ons een klein kijkentje. Dat was geloof ik niet helemaal de bedoeling, Tina, want... Wat vind jij hier nou van? Ik denk dat dit net zo werkt als een doos vol woorden. Hou op, zo moet het niet. Misschien moet je hiermee wel tegen een paal slaan, let op. Oh. Ah, de ding heeft me gebeten. Uitnodigen voor
gedichtenfestival? Leuk! Laten we meteen gaan! Auw! Ik zal nooit aan deze wereld wennen. Hè? Wat? Nou, Bibi anders wel! Ja. Zou Tina thuis zijn? Ik wist dat je zou komen. Oh. Kom binnen! Welkom, Bibi. High five! Morgen ga ik een aantal muzikale gedichten voordragen. Oh. Ik ga zingen! En iedereen gaat genieten! Moet ik daar echt bij zijn? Want weet je, ik ben misschien wel te klein. Zie je wel, ik kan ook een beetje rijmen. Nee, je moet meer oefenen. Kan je mij vertellen of het mooi weer zal zijn? Natuurlijk, maar ik moet me goed concentreren. Concentratie. Concentratie. Oh, hey, pas op met dat water. Alles wordt nat. En water is gevaarlijk. Wat? Zijn ze water? Oh nee, laten we gaan. Wow, 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 wow. Ouch. Het wordt alles behalve een grijze dag. Want de zon gaat de hele dag schijnen. Huh? Die heeft haast. Ze is natuurlijk zenuwachtig voor haar optreden. Welke staat me beter? De roze of de lichtroze? Roze! De roze is helder. Helemaal niet. De lichtroze is helderder. Morgen vergaat de hele wereld. Huh? Tina heeft heel veel water in haar bol gezien. Alles gaat nat worden. Een overstroming? Oh, Rita, laten we hier wegwezen. We worden weggespoeld. We kunnen de boeien niet zomaar achterlaten. Laten we ons op het water voorbereiden. Nou, aangezien je geen boot hebt... Dat is het. We bouwen een boot die groot genoeg is voor ons allemaal. Ja! Deze boot gaat ons redden. Reken maar. En als er golven zijn, kunnen we surfen. Ja, maar vandaag was mijn voorstelling. En ik wilde zo graag die gedichten zingen. Ik hou van mijn huis. Ik wil niet weg. Wat is er met jullie? Waarom zitten jullie in een badkuip? Dat zal hier wel normaal zijn. Onze huizen. De regen. De overstroming. Welke overstroming? Jij zag allemaal water in je glazen bol. En dat alles nat zou worden. Echt niet. Tini gooide een volle fles om. Maar ik zei dat de zon de hele dag zou schijnen. Echt? Dus geen overstroming? Natuurlijk niet. Ja, dus dan kan ik mijn gedichten zingen. Magic Tears! Loretta is heel slim. En ook heel goed met gym. Lady is heel chic. En ook echt heel uniek. Tina is gezellig. En soms ook erg melig. Help, prinses en baby's! Geweldig, maar aan je zinnen moet je nog werken. Heb je toch laten regenen? Baby's, wat een hoosbui! Zoeken. Ben je er klaar voor? We krijgen eindelijk hartvlinders te zien.
Die documentaire op tv gisteren was geweldig. Het ging over vliegende schotels en marsmannetjes. Hé, waar zijn de anderen? Ik zei nog zo dat jullie op tijd maar moesten zijn. Maar jij bent altijd te laat. Oké, maar dit is het enige moment in het jaar dat we hartvlinders kunnen zien. En dat wil ik echt niet missen. Wauw, nieuwe pyjama's. Ze zijn te gek. Foto, foto. Dit zijn pyjama's voor speciale gelegenheden. We moeten opschieten, anders mis ik de grote gebeurtenis. Hey, Koali, is alles goed? Ik kan de camper nergens vinden. En Kao zou daar op me blijven wachten. Het spijt me. Ik weet zeker dat iemand in Fantasy Mountain je kan helpen. Maar wij moeten weg. Maar Pandy, jij kent het bos op je duimpje. Je moet Koali helpen. Ik wil gewoon die vlinders zien. Kom op, Pandy! Nou, goed dan. Als we ons in groepen verdelen, kunnen we Koali helpen en zijn we op tijd voor de vlinders. Wat herinner je je over de plek van de camper? Ik herinner me dat we hem bij bomen hebben gezet. Koali, alsjeblieft. We zijn in een bos. Denk iets beter na. Sorry, ik heb nog niet ontbeten. Hey, Nara! Er hangen hier appels! Te gek! Etenstijd! Gooi er maar een paar. Oh. Au! Oh. Ik heb de diamanten spee gevonden. Kenny, vertel nog eens wat over die marsmannetjes. Ik wil geen vlekken op mijn nieuwe pyjama. Als die marsmannen bewogen, maakten ze hele rare geluiden. En hoe hebben ze die marsmannetjes kunnen vinden? Hun vliegende schotel vinden is super makkelijk. Ze laten sporen achter op de grond, net als deze. Huh? En ze hebben hele felle lampen, net als die. En ze verstoppen zich midden in een bos. Kijk, daar! Wauw, marsmannetjes! Wow, marsmannetjes! Wow, marsmannetjes! Voorzichtig, waarom rennen jullie? Arme Kuil. Waar zou die zijn? Ik ben bang dat ik die hartvlinders nooit meer zal zien. Marsmannetjes! Verstop je! Marsmannetjes! Mijn prachtige pyjama! Oké, ik ben er klaar mee. Ik stop de zoektocht. Maar Pandy, de marsmannetjes hebben kou. Welke marsmannetjes? Nee, nee en nee. Ik wil helpen, maar jullie nemen het niet serieus. Ik ga naar de vlinders kijken. Lala honger, Gigi picknicken en nu marsmannetjes. Ik heb echt geprobeerd te helpen, maar ze luisteren gewoon niet. Ze zijn er! De hartvlinders, ze zitten achter die heuvel. Pan? Oh, Ben, je liet me schrikken. Koali's camper. Die arme Kao zou wel in paniek zijn. Maar de vlinders zijn echt heel dichtbij. Wat moet ik nou toch doen? Ik ben niet bang voor een paar marsmannetjes. Ik ben weggerend omdat jullie dat deden. Marsmannetjes! Maar je vlinders dan? Jij en Kao zijn veel belangrijker. Ik hou toch heel veel van jullie. Magic Tears! Wow! 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 Oh. Hoe dan ook, marsmannetjes bestaan niet. Maar natuurlijk, ik heb me echt niet bedacht dat ze altijd op het licht afkomen. Thank you.
Mika. Geef hier, Mika. Geef dan. Laat los, Mika. Toe. Doe nou. Oei. Oh ja, vandaag is het 1 april. Maar mooi dat ik nergens intrap. Deze keer hou ik alles in de gaten. Niemand neemt mij te grazen. Oh, monster! Hoi, Mika. Kijk eens wat ik heb. Ah, mooi zeg. Ja, hè? Het is een rode waterbloem. Wil je ruiken? Ja, ja. Wat een gekke naam, hè? Oh. 1 april! Oh, ben ik er toch nog ingetrapt. Cammy, huh? Zal ik je wat rustgevende thee voor je maken? Dan voel je je beter. Oh, oké. Maar als dit weer een flauwe grap is, pas dan maar op. Het is lekker. Ruik maar. Het is goed. Zullen we kopjes ruilen? Voor het geval dat. Natuurlijk. Zit maar, joh. En geniet van je thee. Oh. 1 april. Genoeg. Ik kan hier niemand vertrouwen. Ik ga wel naar het bos toe. Daar ben ik alleen en kunnen ze mij niet plagen. Ah! Wat een nare grap van Lucy en Lua. Zelfs hier zijn we niet veilig voor hen. Wie weet wat er ons nog meer te wachten staat. Alhoewel, ik ken iemand die ons hiermee kan helpen. Wauw! Tina, toe! We moeten gewoon weten waarmee ze ons gaan plagen. Dat kun je het beste aan de toverdoos vragen. Toverdoos, kom maar op. 1 april! Sorry hoor, sorry, maar ik kon het niet laten. Ja, ja, sorry, sorry, ik kon het niet laten. Hup! Vertel me nu maar wat ik kan verwachten. Oké, eentje dan. Helemaal zeker is het niet, maar het gaat om ballonnen, denk ik. Ballonnen? Dan gaan we daarop letten. Bedankt! Kom maar, Mika! Aha, een ballon! Daar gaan we niet intrappen. Aha, nou heb ik je! Hé, hey, nou is mijn mooie kant gebeld. Kom, Mika, rennen! Waar zijn jullie? Ik krijg jullie weg. Kijk, daar! Nog een ballon! De wereld is van mij, van mij! Nou heb ik je! Oh! Oh. Speel je mee? Dan is het ook van jou. Dat gaat niet. We zijn op een geheime missie. Aha, nou zie ik ze. Daar zijn de plaagballonnen. Is het ineens carnaval? Erop af. Super, die zijn kapot. Verrassing! Fijne verjaardag, Danny! Fijne verjaardag! Jullie wilden een grap met me uithalen. Toch? Dank je, vriendjes. Dit had ik niet verwacht. Huh? Hoe komt dit? Cammy, verpestte je feestje. Ik wilde een ballonnenfeestje. Huh? Ik dacht aan een 1 april grap. Ik wilde je feestje echt niet verpesten. Ik beloof je. Ik zal nooit meer vergeten dat jouw verjaardag op 1 april is. Geeft niks hoor. Het zijn maar ballonnen. Magic Tears! Oh, wow, het gouden steentje! Dit is echt de beste verjaardag ooit! Je bedoelt de beste verjaardagsgrap ooit! Kerstmis. Hop.
nog even. Het is al bijna kerstmis. Sneller, want we moeten nog heel erg veel doen. Alles moet er perfect uitzien. Hoe is het nu met de bloemen? Oh, mooi. Maar gebruik je wel je twee handen, Lea? Ja, nou, kijk maar. Je staat verbaasd. Tada! Oh. Oké, ga maar door met één hand dan. Maar schiet wel op. Wow, wat goed. Waanzinnig. Dank je, maar er is nog veel te doen. Maar vergeet je wensenlijstje niet voor kerstmis. Later, later. We zijn erg druk. Oké. Kom op, Lea. De lampjes eerst. Kom hier, Connie. Je moet het echt zien. Het is een adventkalender. Elk vakje is een dag met een magisch cadeau erin. Oh, er moeten nog twee vakjes open. Dat betekent... Dat het nog twee dagen duurt tot het kerstmis is. In dit schrijven we onze kerstwensen nu. Ik vertel het de anderen wel. De laatste. Ben je klaar? Help dan met de kerstballen. Je wil kerstballen? Pak aan! Stop, dat hoort niet bij kerst. Ben jij de baas dan? Nu ben ik baas. Lea, sneeuwbal op de krans. Hey, nog maar twee dagen voor kerstmis. Hebben jullie allemaal je wensenlijstjes gemaakt? Heel erg grappig. Cadeaus? Ja. Wow, sliep ik twee dagen lang? Ik moest zoveel doen dat ik mijn wenslijstje ben vergeten. Ik ook. En ik. Zonder dat geruzie... hadden we de brieven geschreven. Dit is echt de allerslechtste kerst ooit. Ik heb mijn wensen verstuurd. Maar jullie luisteren niet naar mij. Maar dan heb jij wel cadeaus. Wat is het? Ik wil het. Het is onzichtbaar en apart. Oh. Apart. Hoe dan ook, het is vast klein. Hier zijn ook geen cadeautjes. Waarom ben je blij als je cadeau er niet is? Het is hier, maar jullie zien het niet. Ik vroeg als cadeau om zonder ruzie bij elkaar te zijn. Dat is wat kerstmis is. Oh, je bent de beste vriend van allemaal. Die cadeaus vandaan. Wat? Serieus? Heb je de laatste twee dagen van de kalender geopend? Oh, wacht. Vandaag is geen kerst. Dat is morgen. Maar dan hebben we tijd voor de wensenlijstjes. Ja! Ik vraag hetzelfde als Connie. Voor altijd bij elkaar. Ik ook. Oh ja, ik wens ook dat we allemaal voor altijd bij elkaar blijven. Onmogelijke wedstrijd. We gaan allerlei leuke dingen doen vandaag. Let maar op.
Jij bent raar. Je praat tegen een bloem. Hé, hey, ze is heel gevoelig. Ben je erg geschrokken, bloemetje? Ben je erg geschrokken, bloemetje? Wat is er aan de hand? Dina is me altijd aan het plagen. Jij bent altijd de hele dag met je bloem bezig. Geef toe, je kan niet zonder die bloem. Nou, kijk eens naar jezelf met je toeter en je schild. Dat is niet hetzelfde. Mijn toeter is veel leuker en mijn schild geeft licht. Bovendien kan ik prima zonder die dingen. En jij kan absoluut niet zonder je bloem. Oh ja, ik kan prima zonder mijn bloem. Oké. Waarom proberen jullie dat niet uit? Dit zijn de regels. 1 week lang zullen Rizzi en Didi jullie spullen bewaken om te zien of jullie echt zonder kunnen. Wie het langst volhoudt, is de winnaar. Als Rosie wint, krijg je mijn bellenblaas. En je krijgt mijn koekje als Dina wint. Ik heb een visioen. De winnaar is degene die niet verliest en de verliezer is degene die niet wint. Oh, te gek! Jij bent wijs! Laat de strijd beginnen. De eerste dag zonder je spullen. Oh, hoi, Boompje. Hoe gaat het ermee? Nou, mijn bloem is veel aardiger. Kijk, een struik! Hoe gaat het met jou? Het is zo stil overal. Hallo, hallo! Ik kan niet harder. Het zou toch veel levendiger zijn met wat getoeter. En, hou je het vol? Je mist je bloemen. Ik mis mijn spullen echt niet. Waar heb je het nou over? Hoe kan ik iets missen? Ik herinner me geen bloem of toeter of wat dan ook. Nou, heel goed. Hou maar vol dus, hè? Jij ook, Dina. Fijn je gesproken te hebben. Ik vraag me af hoe het met mijn bloempje gaat. Ik vertelde haar altijd een verhaaltje 's avonds. Als ik geen slaapliedje kan toeteren, kan ik echt niet slapen. Dag 2 van de wedstrijd. Hallo. Houden jullie het vol? Het is zo warm buiten. Hallo. Dina, wat doe jij hier? Niks hoor. Ik was toevallig in de buurt en ik dacht... Even kijken hoe het met Rizzi en Didi gaat. Ja, ik ook. Hey, kan ik even kijken hoe het met mijn toeter gaat? Dan kijk ik even naar mijn bloem. Het maakt me niet uit of ik deze stomme wedstrijd verlies. Ik wil mijn bloem en mijn rode gewei terug. En ik wil nu mijn toeter en mijn schild. We maken een plan. Onze missie is het binnensluipen van de grot en onze spullen mee te nemen zonder dat iemand het merkt. En hoe pakken we dat aan? Ik verkleed me als pizzabezorger. Ik breng Rizzi en Didi een heerlijke pizza die ze niet kunnen weerstaan. Als ze daardoor afgeleid zijn, open jij de kist en pakt onze spullen. Een perfect plan. Hey, hij is leeg. Nee, ik wil mijn bloem terug en de pizza. Ik wil mijn spullen terug. Kijken we heel erg op elkaar. Ja, we kunnen niet leven zonder de dingen die ons gelukkig maken. Fantasy Magic Tears! Ja! Gelukkig heeft geen van beiden gewonnen. Cry baby.
ze gaan strijden voor de prachtige diamanten Foxsteen. Ja, geweldig! Oei. En hier zie je Dreamy, de grote winnaar van alle voorgaande jaren. Dreamy! Ze wordt begeleid door haar superleuke trainer, Tina. Wat moet ik doen? De sterrenstroom. Die lukt me nog steeds niet. Kom op, dat is leuk. Oeps, bijna. Dat was toch leuk? Probeer het nog een keer. Ik weet dat het dan beter gaat. Nee, ik kan die spin niet winnen. En iedereen denkt dat ik favoriet ben. Je moet zorgen dat je plezier hebt. Dat is alles wat jou interesseert. Plezier maken. Als je geen plezier maakt en het niet leuk vindt, zal je nooit winnen. Ik probeer alleen te helpen. Nou, zo help je niet. Als het zo makkelijk is, doe het dan zelf. Het eerste onderdeel gaat beginnen. De 100 meter bonusrennen. Op uw plaatsen. Ik krijg zojuist door dat er een nieuwe deelnemer is. Applaus voor Tina! Hallo! Waar was ik? Oh ja, start! Dit is zo makkelijk! Auw! Ja! Zie je? Het publiek wil plezier hebben.
Een vreemd geval voor Cammy. Cammy! Cammy! Waar ben je? Hallo. Ik schrok. Altijd hetzelfde liedje. Sorry, maar ik vind de gezichten die jullie trekken geweldig. Wat is er aan de hand? We kunnen Lady nergens vinden en Lulu is heel verdrietig. We hebben overal gezocht. Dit klinkt als een zaak voor Cammy de detective. Aha! 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 Deze kant op! Deze kant op! Ik denk dat dit gesponnen suiker is. En het ligt allemaal voor Lady's huis? Dat kan maar één ding betekenen. Dat ze naar de kermis is geweest. Nee, Lucy. Gesponnen suiker lijkt op wolken. Het is op Fantasy Mountain. Kom mee! Vliegend hart. Ik wil naar de andere kant. Een klein stapje hier. Een klein stapje daar. En de Fantasy Poort opent zich. We moeten Lady gaan zoeken. Hè? Huh? We moeten niet te veel opvallen. Hey, dat is niet eerlijk. Ik kan dat niet. We zijn in fantasywereld. Je kan hier alles. Ik ben zo honger. Deze ruikt zoals die in de vallei. Ja, die zijn het lekkerst. Ik hoop dat dit er zo een is. Ik ga proeven. Wacht, degene die het lekkerst ruikt, die is er niet. En we moeten ze roosteren. De vallei? Proeven? Roosteren? Lady, ze hebben haar in een suikerspin veranderd. En ze gaan haar opeten. We moeten haar nu vinden. Deze taart wordt zo lekker als we die frambozen erop doen. Lady, ben je daar? Zit je hier? Lady! Lady, ben jij deze boom? Lady, ben jij het? Oh nee, zeg me nou toch dat het niet waar is. Goedemorgen. Wat onbeleefd. Misschien is Lady toch naar de kermis. Nee, Lucy, ze is hier. Maar welk deel is Lady? Verander ons niet in de gesponnen suiker. We smaken niet lekker. Wat kletsen jullie nou? We weten alles. Jullie hebben Lady ontvoerd en veranderd in gesponnen suiker om haar op te eten. Denken jullie echt dat we je op gaan eten? Nou, we hoorden jullie zeggen dat die uit de vallei het lekker smaakte. En dat zijn wij. En dat je die met de beste geur nog niet had. We hadden het over frambozen. De frambozen uit de vallei zijn echt het allerlekkerst. Oh nee, en wij dachten dat jullie baby zaten. Maar dan weten we nog steeds niet waar Lady is. Rustig maar, wij hebben een oplossing. Lady! Connie, heb je Lady gezien? Lady! Lady, waar ben je? Ik zie alleen maar wat roze vlekken op haar huis. Ja, gesponnen suiker. Ik weet gewoon zeker dat ze ergens op de kermis is. Ze is erg gek op suikerspinnen eten in het reuzenrad. Ja hoor, daar is ze. Ik wist het. We hebben haar gevonden, Lulu. Fantasy Magic Tears. Laten we haar zoeken. Wauw, wat is de hemel mooi. Jammer dat ik er niet samen met Lulu van kan genieten. Die verdwijnt altijd. Dat is zo vervelend. Cry babies, cry babies, magic tears. De wereld van vriendschap, een magisch avontuur. Cry babies. Fantasy.
zilverfontein is stuk. Oh, Tina. Altijd aan het spelen. Tina's bal ziet er goed uit. Dit wordt een mooie dag. Aha, wat zie ik? We hebben bezoek van toeristen. Zie je dit? Dit is onze gijzer. Daar let ik elke dag op. Waarom? Ik leg het uit. De gijzer is verbonden met de fontein van Magic Tears. En als daar iets mee gebeurt, is dat heel erg, want dan stopt de fontein. En dan zal de Fantasy Mountain verdwijnen. Stel je voor. Oh nee. Dat zou echt een ramp zijn. Wat ben jij belangrijk, zeg. Nou en of. Kom mee, dan krijg je straks een handtekening. Bosbessenblauw met korenbloembblauw en hemelsblauw met... Bessen! Ha, heel leuk hoor. Hop, ijsje. Hey, je hebt een nieuw record. 1, 2, 3. Kijk uit! Geeft niks. Ik ruim het wel op met... Missie's dinges! Niet doen, Bruni. Dat is een superstofzuiger. Weet je nog een tijd geleden? Stel je niet aan. Ik weet wat ik doe. Snel, zet hem uit! Kijk nou wat je gedaan hebt. Ga ergens anders spelen, oké? Okay? Ja, toe. Volg dit balletje maar. Dit is gek, zeg. Oké. Laten we ergens anders spelen. Wat gebeurt er? De fontein werkt niet meer. Mijn bal. Er is iets mis. Hey, zit de toverfontein soms verstopt? Als ik nou hier mijn vinger insteek. Als het echt ernstig is, dan had Dina op haar hoorn geblazen. Oh, alarm, alarm. Er is iets aan de hand. Mijn arm. Hij zit vast. Afgesloten met de bal. Wat? Heb jij dat gedaan? Wat nu? Wat moeten we nu met Jessie? Ik heb een idee. Laten we van de fontein één groot ijsje maken. Dan komt het goed. Goed idee. Ja. Dat werkt niet, jongens. Ik zit nog steeds vast. Het lukt niet. Oké. Nog één keer hard trekken. Ik heb een idee.
De wereld van vriendschap, een magisch avontuur. Crybabies. Fantasy. Geef mijn krachten terug. Kijk, ik heb een gekke wolk gevonden. Ik maak er ijs van. Oh. Dat wil Rudy, ik proeven. Kijk uit. Opa. Oh, je kunt niet zwemmen. Ik kom eraan, ik kom eraan. Oh. Oh. Ah. Ik stop de tijd. Ik laat de tijd lopen. Oeh, wat ben jij toch lenig. Was ik maar niet zo klunzig. Ach, jij kan zonder. Jij kan de tijd stoppen. Ik zou jou wel willen zijn. Huh? Wat was dat? De ijswolk smelt. Wacht eens even. Tina vindt wolken niet om mee te spelen. Ze hebben toch toverkracht? Ah, Tina geklets. Slaap lekker, Rim. Droom maar weer fijn van regenboogtrampolines. Allee op. Er gaat niets boven mijn bed. Goedemorgen, Bru... Rien? Huh. Mijn roze haar? Wat vreemd, zeg! Dit is mijn huis niet. Dit ben ik niet. Ik ben verwisseld met Dreamy. Maar waar ben ik dan? Ah! Wacht, ho! Hoe bedoel je Dreamy is Bruni? Tina! Dit is vreselijk! Ik ben Bruni. En ik ben Dreamy. Dat is onmogelijk. Hoe zijn jullie verwisseld? En waarom zag ik dat niet? Ik zei gisteren alleen maar dat ik haar wilde zijn. En ik haar. Alleen door te zeggen dat je haar wil zijn? Tja, dan zou ik nu een kussen zijn. Wat? Een wolk bevroren? Ze mogen niet met wolken spelen. Ze hebben toverkracht. Ik ga dit onderzoeken. Dus tot die tijd... Moeten wij in elkaars lichaam leven? Hallo. Hey, Dreamy. Jij bent toch dol op koekjes? Hè? Nee. Dreamy, dat ben ik. Geloof je me niet? Let maar op. Koek wordt ijs nu. Oh, nee. Nu ben ik ook mijn ijsmaakkracht kwijt. Mm, die zijn van mij. Dan zou ik wel ijs kunnen maken. Oké, klein maar fijn. Ik snap niet precies wat er nou... Ik heb zelf de tijd gestopt. We moeten nog veel leren. Kom op! Huh? Huh? Wat was dat? Wacht even. En mijn koekjes dan? Oh. 6, 7, 8, 9. Huh? Gaat het wel, Bruni? Ik ben Bruni niet. Ik ben Dreamy. Huh? Maar dit klunzige lijf is wel van Bruni. Ja? Tadaa! Doet mijn lijfje wauw, geweldig! Dat is wat ik altijd kon. Wat fijn om zo lenig te zijn. Joehoe! Huh? Ik weet hoe je weer terug in je lijf komt. Oh. Ga maar onder de wolk staan. Pak elkaars hand en zeg... In fantasy heeft alles zijn eigen plek. En zo hoort het altijd te zijn. Te gek! Ik wil wel weer terug in mijn lijf. Het spijt me, Dreamy. Maar ik wil niet meer klunzig zijn. Joehoe! Bruni, wacht! Ik wil met je praten. Ik... Dat was een smak, zeg. Hier, een ijsje maakt alles beter. Toe, Bruni. Geef me mijn lijfje terug. Oké. Je krijgt het terug. Ik vind het niet erg om klunzig te zijn. Sorry dat ik zo egoïstisch was. Ik hou van je zoals je bent. Je bent mijn allerbeste vriendin. In fantasy heeft alles een eigen plek. En zo wordt het altijd...